Dit is een nieuwe aflevering van Sanatori. Welkom erbij. In deze aflevering praten we met minister Stephen McKendrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. En we zullen het hebben over de nieuwe op de arbeidsmarkt afgestemde trainingen. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname zet zich samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank in voor de ontwikkeling van nieuwe op de arbeidsmarkt afgestemde trainingen. die inspelen op de groeiende vraag naar vaardigheden in sectoren zoals ICT, toerisme en dienstverlening. Minister Steven McEndrew van AWE legde tijdens de workshop Skills Development Through Sectoral Tables de plannen toe om werkzoekenden beter voor te bereiden op startfuncties in deze sectoren. Minister, welkom in het programma. Dank u. Waarop zullen, op welke vaardigheden zullen deze trainingen zich richten? Deze trainingen richten zich op, het, uh, op drie sectoren, met name landbouw, ICT en toerisme. We hebben deze drie sectoren uitgekozen naar onderzoek, waarbij het toch wel bleek dat er behoefte is aan uh, specifieke skills in deze drie sectoren. In dat kader uh, zijn we onder een lening, welke we hebben afgesloten met de IDB, een, een traject uh, begonnen, waarbij we eerst toch weer specifiek nagaan met het bedrijfsleven wat de vaardigheden zijn die ze wensen zodat we op basis van de input verkregen van het bedrijfsleven toch wel specifieke trainingsprogramma's kunnen ontwikkelen. En onze bedoeling is, ons doel is om begin volgend jaar, januari, februari, dan ongeveer 500 Surinamers te trainen in die specifieke vaardigheden. Ik moet ook zeggen dat onder de lening, het is een lening, uh, uh, waar we hebben afgesloten met de IDB genaamd uh, Labor Market Alignment with New Industry. Dat um, wordt ook een project opgestart met SHTTC, Suriname Hospitality and Tourism Training Center, om um, vooruitlopend op de trainingsprogramma's die nu worden vastgesteld, ook al 120 Surinamers te trainen in uh, specifieke functies. Daar hebben we het over functies als kok, uh, receptionist, front desk medewerkers, uh, interieurverzorgster en dat soort trainingen. De vraag is overweldigend. Uh, Sinds we die notice hebben uitgestuurd of bekendmaking hebben uitgestuurd dat die trainingen gaan worden verzorgd, hebben we al meer dan 200 uh, reacties gehad daarop. Dus nu zal er toch wel een selectieproces moeten plaatsvinden zodat 120 Surinamers op korte termijn door SHTTC getraind kunnen worden. Uh, dit alles doen we. Um, dat we toch wel weten dat uh, in verband met de ontwikkelingen in oil en gas er toch wel een zekere spin-off wordt verwacht naar andere sectoren van de economie. Uh, Horeca is als een van ze genoemd, ICT-dienstverlening ook. En uiteraard landbouw en de mensen op uh, het boorschip of productieschip zullen ook gevoed moeten worden. Dus in, in het kader van die verwachte spin-off uh, hebben we dan gekeken naar mogelijke sectoren die toch wel een. Een uh, opleving kunnen krijgen als gevolg van de ontwikkelingen in de oil en gas industrie. Maar de focus is niet alleen op de oil en gas industrie. Dat moet ik uh, direct bij vermelden. We kijken ook naar andere duurzame sectoren die we verder kunnen ontwikkelen op basis van hun uh, potentie. En daarbij hebben we dan uh, deze drie sectoren ge, uh, geïdentificeerd. Het zijn sectoren die toch wat groener zijn. Dan de oil- en gasindustrie. Landbouw, dat, dat spreekt in principe voor zichzelf. Maar ook uh, sectoren als ecotourisme, die hebben ook een groene zijde. Ook uh, ICT-dienstverlening kunnen ook een uh, groene zijde hebben. En dat zijn toch wel zaken die we meer en meer willen gaan promoten in Suriname. We weten dat er oil- en gas gaat komen. Maar we moeten toch wel ook andere sectoren voorbereiden op het leven na Oil en gas, want er zijn internationaal akkoorden afgesloten die toch wel uh, praten over uh, afbouwen van uh, fossiele brandstoffen. Maar naast dit project met de IDB zijn we ook nog steeds bezig met een ander project gericht op het uh, trainen van Surinamers. Uh, dat is het project uh, Rock for Make Money. We zijn uh, onlangs weer een aantal uh, trainingen uh, opgestart. We hebben onlangs weer een aantal Trainingen opgestart in Para, onverwacht. Uh, we zijn afgelopen vrijdag, uh, dat is uh, 15 augustus, meen ik. Zijn we geweest in Albina om ook daar trainingen op te starten. Het was na 20 jaar dat er weer uh, SAO-trainingen in uh, Albina worden verzorgd. En afgelopen maandag, dat was 18 uh, november. Zijn we ook in Paramaribo-Zuid aan de Gravenbergstraat een serie trainingen onder het project Broken for Make Money opgestart? Waarbij we ook twaalf um, dove en slechthorende Surinamers hebben meegenomen. Want wij zeggen: uh, Leave no one behind. Dat is het motto van de Sustainable Development Goals. En dan moet je daadwerkelijk trachten om uh, niemand achter te laten. Dus onder het project Broken for Make Money hebben we ze geïncorporeerd in een groep. Die bezig gaat zijn, voornamelijk met uh, kapper, uh, barberopleidingen. Omdat ze toch wel hadden aangegeven dat ze graag uh, dat soort opleidingen zouden willen volgen. Dus het uh, is een groep van 60 personen die maandag is uh, begonnen. Waaronder 12 uh, dan die dove en slaghorende jongeren. Dus zo proberen we uh, Surinamers uh, voor te bereiden op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ook in die sectoren. Die SAO-verzorg, lasse, constructie, barber, uh, etc. verwachten we toch wel dat er een uh, opleving kan komen als gevolg van de spin-off van de ontwikkeling in de oil and gas en gas industrie. Hoe vindt de selectie plaats voor deze trainingen? Wat is de criteria? De, well, we zoeken uh, op dit moment naar wat we noemen laagdrempelige uh, trainingsprogramma. Omdat we toch wel willen dat iedere suriname ongeacht uh, opleidingsniveau, uh, et een kans moet hebben op de arbeidsmarkt. Vandaar dat we toch wel proberen middels vakgerichte training uh, de mensen zo ver te krijgen dat ze door een, een werkgever uh, aangetrokken kunnen worden en uh, kunnen voldoen voor wat betreft de eisen die de industrie stelt. Daarom ook die sectoral tabers. We hebben de industrie uitgenodigd. Hotels, uh, horeca, om ons te komen vertellen van wat zijn de specifieke skills die jullie nodig hebben, wat zien jullie graag in medewerkers, en op basis van die input gaan we dan uh, de trainingsprogramma's uh, vaststellen. Ze zullen vakgericht zijn, zodat wanneer de mensen de training hebben afgerond, ze direct aan de slag kunnen gaan. En hoe verloopt de samenwerking uh, tussen het ministerie en de IDB? De samenwerking met IDB is uh, heel goed. We hebben al uh, tijden een goede relatie met de IDB. Um, de IDB is een van de belangrijkste donoren van uh, Suriname. Um, dus uh, in dat kader uh, streeft ook het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en, uh, om een goede relatie te hebben ook met ze. En ik moet zeggen, van, uh, de IDB is altijd bereid om met ons mee te denken. Als er uh, vraagstukken zijn die toch wel aandacht behoeven, onder dit project, maar ook onder andere uh, projecten. En het ministerie is bezig, zoals u aangeeft, uh, met dit project en ook nog dat van uh, Rock of Make Money. Hoe zal de effectiviteit van deze trainingen worden gemeten? Wel, de effectiviteit zal sowieso worden gemeten. We zullen nagaan waar de uh, mensen terechtkomen uh, na de trainingen van IDB. Uh, maar nogmaals, er is een dringende vraag naar mensen voor uh, de hospitality- en toerisme-industrie. Uh, volgend jaar gaan er twee grote hotels open. En we hebben gesproken ook met uh, de uh, general manager van die hotels. En die geeft toch wel aan dat uh, de, de behoefte enorm is. En dat men toch het liefst uh, Surinamers heeft om die posities, die vacatures, te vullen. En wat zijn de uitdagingen of mogelijke uitdagingen bij het uitvoeren van deze training? Wel, Ik zie niet echt uh, mogelijke uitdagingen. Uh, belangrijk is dat we de juiste input krijgen van de sectoren. Um, want als je zegt van je hebt specifieke skills nodig, uh, vaardigheden nodig en we ontwikkelen trainingsprogramma's. Dan moet later niet blijken dat je niet die vaardigheden nodig had. Dus vandaar dat ik tijdens de opening van die sectoral tables ook wel heb gestresst dat we toch wel de juiste input nodig hebben van de private sector om op basis daarvan uh, die trainingsprogramma's te kunnen ontwikkelen. En wat is het tijdsbestek um, voor het implementeren van al deze trainingen? Well, we proberen volgend jaar te starten met die trainingen op basis van die sectoral tables. Um, we maken op januari, februari om dat te doen, uh, dus het is uh, heel kort termijn. Uh, we weten dat we snel aan de slag moeten gaan. Uh, ik zei al, er is een dringende behoefte uh, in de hospitality en toerisme industrie. En ook andere sectoren hebben toch aangegeven dat er een uh, enorme behoefte bestaat aan uh, skilled workers. En um, in welke termijn verwacht u de resultaten? De resultaten kunnen op zeer kort termijn komen. Ik zei al, we hopen... In deze nog of uh, december te starten met die SATTC-trainingen voor 120 Surinamers. We zijn nu bezig op diverse uh, locaties met het programma Rocco for Make Money. Die trainingen duren meestal drie tot vier maanden. Dus op korte termijn kunnen er weer een aantal uh, mensen met specifieke vaardigheden de arbeidsmarkt opkomen. Het, het belang van vaktrainingen, zeker die verzorgd worden door SAO, is dat. De mensen een keuze hebben. Of je kan aan de slag gaan bij een uh, werkgever. Of je kan ook wel trachten als uh, micro-ondernemer of collectief verband met anderen. toch wel een uh, bedrijf op te richten. Want als je lastig bent, hoef je niet per se te gaan werken voor iemand. Maar je kan ook uh, als zelfstandige aan de slag gaan. Dus dat proberen we ook te stimuleren. Grotere zelfredzaamheid van de mensen. En vandaar ook dat we. Met voor money Muni uh, landelijk uh, rondgaan. Um, dat we toch wel willen dat uh, Surinamers die mogelijkheden hebben om een specifiek vak aan te leren. En dan daarmee uh, vervolgens aan de slag te gaan. Denkt u dat um, deze trainingen zullen bijdragen aan het bewustwordingsgevoel bij de samenleving uh, voor ondernemerschap? Wel, ik denk dat deze trainingen zeker kunnen bijdragen om uh, mensen toch wat bewuster te maken van uh, ondernemerschap. Uh, SAO heeft vele uh, afgestudeerden die vervolgens hun eigen bedrijfje hebben opgericht. Sommigen zijn uitgegroeid tot uh, grotere bedrijven. Anderen doen het goed in het buitenland, in het bedrijfsleven. Dus uh, een vak aanleren is altijd een goede investering in jezelf. Dat maken we de mensen ook altijd wel duidelijk. Het is dat ze gewoon tijd en moeite moeten investeren. Wat durende drie maanden lang de trainingen bezoeken de kennis en vaardigheden opdoen, zodat ze vervolgens dan aan de slag kunnen gaan. Het mooie van al deze trainingen, zowel met de IDB-lening als Roku for Make Money, is dat ze kosteloos worden aangeboden. Um, iedereen is vrij om de trainingen te volgen. We maken op de leeftijdsgroep 16 tot 40 jaar, maar we weren niemand. We willen geen enkele Suriname die kennis en vaardigheden wil opdoen. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, een, een, een groep dames, waarvan vele al boven de 40 jaar waren, op Davis, Buisse, Davis buiten uh, Texas getraind in textiele werkvormen. En zo gaan we door uh, in andere weken. We zijn nu bezig op Magenta. We zijn bezig op uh, Rahimal-project ook. Dus als jullie dames een vak willen aanleren, als ze zich verder willen ontwikkelen, dan moet je dat stimuleren. En middels Rocker for Make Money proberen we ze die push te geven door de uh, trainingen kosteloos aan te bieden, maar ook uh, landelijk te gaan. Uh, zoals eerder gezegd, we zijn nu in Albina en Para. We zijn al geweest naar uh, Coroni, Nikeri. Um, dus uh, ook ponde zijn we al geweest. Dus zo proberen we toch het hele land te bedrijven. Uiteraard, SAO is een klein instituut. Het liefst was ik nu in alle districten al bezig met de vakopleidingen. Maar we moeten ook rekening houden met de menskracht en capaciteit van SAO. Ze doen het uitstekend, dat geef ik toe. Maar uh, het is niet zo groot dat we in uh, alle districten op hetzelfde moment actief kunnen zijn. Dus vandaar dat we in principe langs alle districten rondgaan. Heeft u tot slot nog een boodschap? Hoewel ik zou alle Surinamers willen oproepen, let op de berichten van uh, AWJ en SAO um, en maak toch wel gebruik van de trainingen die worden aangeboden. Nogmaals, de trainingen zijn kosteloos. Al het materiaal krijgen de participanten, de cursisten. Het enige wat ze moeten doen is zichzelf investeren middels tijd en motivatie. Voor de rest zorgt SAO. Of voor de restzorg AWJ in samenwerking met de IDB. Zo heeft u het gehoord van minister Stephen McKendrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Stranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Stranatori, snel, scherp, altijd bij de tijd. you.